Ooit was hij een gevierde zakenman. Hij maakte zowel carrière in het bedrijfsleven als in de kerk. Een ruzie in die gemeente bracht zijn geloof aan het wankelen, totdat hij werd getroffen door een genadeslag. En over het leven na die genadeklap schreef Arie een boek. En God heeft me letterlijk in de vrijheid gemapt, zegt hij daarover. Arie heeft een genadeklap gehad. En volgens eigen zeggen word je daar helemaal wappie van. Nou, dat gaat hij ook uitleggen, wat dat dan is. En Arie prikt met Gods waarheid, met de Bijbel, door de illusies van het leven heen. Dat doet hij ook in zijn boek. Ik heb het boek gelezen en ervan genoten. Hij trekt ermee volle zalen, legere zalen, maar in ieder geval een groep mensen die vol enthousiasme hier gekomen zijn en benieuwd zijn wat je ons te vertellen hebt. Het podium is voor jou. Ik bedoel, daar mag je ervoor staan, hè, dat hebben we afgesproken. En tot een 5 of 9 of zo. Waarschuw me. Ja. Ik heb geen horloge om. Zal ik doen. Ja. Dankjewel voor deze introductie en voor de uitnodiging om hier te mogen zijn vanavond. En misschien geniet ik nog wel van wat minder volle zalen dan van volle zalen. Want na vanmorgen ben ik zelfs een beetje bang. Ik moet u waarschuwen, u kunt op de een of andere manier er blijkbaar verslaafd aan raken. Want er zit hier iemand in de zaal, die zat vanmorgen ook al onder mijn gehoor. Ik zeg, kom nou vanavond niet, of doe jij het dan, want dan kan ik een keer luisteren. Maar nee, ik wou het nog een keer horen, zei ze. Dus ik waarschuw u maar, ik hoop dat het niet aan mij ligt, maar hooguit aan het verhaal. Beter gezegd, het allerliefst, de geest achter het verhaal. Want daar hoop ik op. En dat is wat u net in de introductie ook wel hoorde. Ja, het is iets wat mij is overkomen en nog steeds aan het overkomen is. Wat dat betreft heb ik achteraf een beetje spijt van deze titel. Ik heb überhaupt spijt van het boek. Nou, niet meer nu spijt. Ik heb nooit een boek willen schrijven. Maar een uitgever die dwong me erbij naartoe. En ik had elke keer de briljante escape om te zeggen, bij iedereen die wel eens vroeg na een lezing, heb je dit ook op papier? Dan zei ik altijd, ik ben een spreker en geen schrijver. Dus toen ik ooit zover was gekomen dat ik er ooit eens één artikeltje over schreef in CV Koers, toen belde direct een uitgever en hij zei, ik wil graag dat je daar een boek omheen schrijft. En toen zei ik ook, ik ben een spreker en geen schrijver. En toen zei hij, direct uit stand, dan zorg ik voor een ghostwriter. En toen zat ik eraan vast natuurlijk. Het proces heeft 1,5 jaar geduurd, omdat ik er eigenlijk geen zin in had. Ik ben verbijsterd. Echt. Hoeveel boeken er verkocht zijn. Maar vooral wat de impact daarvan is. En dit is niet een van de verkapte commerciële reclame, echt niet. Maar ik ben verbijsterd. En het zegt volgens mij enorm veel over het verlangen wat we hebben. Waar genade in voorziet. En dat wil ik jullie vanavond meegeven. In die... Dat kleine uurtje wat ik met jullie mag delen. En daarna mogen we na de koffie ook wat interactie. Mogen jullie vragen stellen. Dus als je straks met verschrikkelijk veel frustratie zit. Want ik hou ervan om te schuren. Hou je niet in. Ga niet voor mij lopen zorgen. Je mag woedend worden. Je mag me haten. Ik hoop wel dat ik nog naar huis kan. Maar zelfs dat laat ik maar aan jullie. En ik vind mooi, dat hadden we niet afgesproken. Dat er net ook geopend is vanuit Colossense. Want ik wil een vers gebruiken ietsje eerder in Colossense 1. Gewoon als aftrap. Colossense 1 vers 3. Moet je horen wat Paulus daar zegt. In al onze gebeden danken wij God de Vader van onze Heer Jezus Christus voor u. Want wij hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft en alle heiligen lief hebt. Omdat u hoopt op wat in de hemel voor u gereed ligt. Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd... En het evangelie u bereikte. En nou komt hij. Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het. Ook bij u. Vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde. En de ware betekenis ervan begreep. Hé, dat is een curieus zinnetje. Je kan dus ook over genade horen. En absoluut niet de ware betekenis begrijpen. En dan draagt het ook geen vrucht, suggereert Paulus hier. Nou, daarvan kan ik getuigen over mijn eigen leven. Ik ben buitengewoon trouw en loyaal opgegroeid. Dat ziet u direct aan mij. Ik heet wel de rover, maar zo erg is nou ook weer niet. Ik vond dat ik echt een trouw jongetje was.
Mijn ouders buitengewoon lief, ze leven allebei nog op hoge leeftijd. Een zeer mooie jeugd, een wat nare kindertijd, maar dat kwam door een chronische nierziekte die ik had. Maar netjes opgegroeid, ook in de kerk, hè, meegenomen naar de kerk, psalmen uit je hoofd te leren. Naar de catechisatie, bijbelstudie, op mijn 19e belijdenis van het geloof, een meisje uit de kerk getroffen. Nou, ik kon in de vrijgemaakte wereld niet meer stuk. Doe ik absoluut niet schamper over. Daar ben ik heel dankbaar voor. Maar ik moest 33 worden, onder andere door wat net geschetst werd, een crisis in mijn leven. Dat waar alles waar ik op vertrouwde, de kerk, mijn familie, dat wat liefde leek, zakte eigenlijk redelijk in één klap door het ijs. En toen heb ik in de grote wanhoop, want ik had alle betrokkenen zeer lief. Ik was er zelf geen onderdeel van, maar ik dacht wel daarin te kunnen bemiddelen. Lukte niet. Mijn familieruzie, allemaal ook nog lid in dezelfde kerk, dus dat wordt ook gelijk een kerkelijke kwestie. En toen heb ik letterlijk op mijn 33e, ik was zelfs al een keer een periode ambtsdrager geweest, heb ik op mijn knieën het Nieuwe Testament doorgebladerd, bladzij voor bladzij, met maar één vraag. Wat doet een kind van God als die onrecht meemaakt? Want de betrokkenen vonden allemaal dat hen onrecht was aangedaan. En alles wat ik las kwam niet overeen met de praktijk die ik zag. En waarom niet? Ja, omdat de genade niet werkte. En dat verbijsterde mij. Want tegelijkertijd voelde ik het ook niet. En net in die tijd, op het dieptepunt van mijn crisis, ik had echt een identiteitscrisis, want nogmaals, alles waar je in geloofde bleek niet waar te zijn. Toen kwam ik in aanraking door een artikel in het Nederlands Dagblad met de theoloog Tim Keller in New York. En ik werkte in die tijd bij een Amerikaans bedrijf. Ik las een interview met hem en er stond één zinnetje in, dat trof mij als de bliksem. En dat zinnetje klonk: het evangelie kan een mens diepgaand veranderen. En toen dacht ik, nou, dat wil ik dan wel eens weten. Want mij heeft het niet veranderd en niemand hier. En de weken op zat ik in New York. Deze man was predikant in Hartje, Manhattan. En ik ben die zondag bij hem in de dienst geweest. Een iets grotere aula dan dit, maar wel zo'n beetje zo'nzelfde vorm. Maar dan in een grote high school. 2000 genodigde gasten zaten daar. Ik heb aan zijn lippen gehangen. Ik denk, die man die kent mij. Maar goed, die 2000 anderen hingen ook aan zijn lippen. Die kenden die blijkbaar ook. Nee, die man lag mij voor het eerst uit hoe mijn leven in elkaar zat en het evangelie. En vanavond wil ik een beetje op mijn eigen manier, met hele andere middelen, die man is begaafd, wil ik jullie meenemen in die ontdekkingstocht. En dat wil ik doen met de eerste opmerking. Volgende sheet graag. Realiseer je even dat genade de kern is van het evangelie. Beter gezegd, genade is de enige reden waarom de Bijbel of God goed nieuws is. Want dat betekent evangelie. Realiseer je dat even goed, hè? God is alleen maar goed nieuws voor je, omdat hij genadig is. Als God niet genadig zou zijn, en al die andere dingen wel die hij ook is, dan is het een ramp. Dan komt God overigens tot dezelfde categorie als alle andere goden. Genade is de enige reden waarom het goed nieuws is. En dat betekent dus ook, je kan het evangelie alleen maar uitdragen als je stelselmatig die genade benadrukt. Doe je dat niet, ja, nogmaals, dan kom je hooguit op hetzelfde niveau als alle andere wereldreligies. Want reken erop, genade is ook het unieke aspect van het christendom. Ik vond het mooi dat ik net hoorde dat dit de Reli Boulevard wordt, geloof ik, hè? Zei iemand net. Hè, de boeddhisten zitten hier, geloof ik, of die komen hier, en de hindoes en moslims. En, geweldig, fantastisch, net als op de meubelboulevard. Maar zorg dat je een uniek product hebt. Jongens, het christendom is uniek, om die reden. De christelijke God is de enige God waarin jij jezelf niet hoeft te verlossen, waarin hij zelfs alles uit de kast haalt om jou te verlossen, niet andersom. En ik mag graag het evangelie uitdragen tussen allerlei andere gelovigen en ongelovigen, dat is trouwens ook een geloof. En dan vind ik het altijd heerlijk om dit te benadrukken. Het probleem is alleen dat dan de zaal nogal in beroering komt, en dat als ik het een beetje aandik, en dat doe ik graag, dan heb je altijd wel iemand die opstaat of opspringt en zegt, dat liegt u. Ik zeg, wat precies? Nou, dat genade bij het christendom hoort. Nee, dat is echt zo. Ik zou met u door de Bijbel heen kunnen lopen. De christelijke God is genadig. Hij zegt, ik ken geen christen of kerk of christelijke organisatie die genadig is. Ze zijn allemaal moralistisch. Ik zeg, daar hebt u een punt. Dat klopt.
Dat is ook het drama van het christendom. En dat doen we nog elke dag. Wij vermengen het woord christelijk met allerlei moralistische systemen, bijvoorbeeld wetgeving, christelijke politiek. Buitengewoon goede dingen doen ze, maar ze vernietigen het genadekarakter van God. Het beeld wat je zaait bij mensen die niets met God hebben of christendom, is echt dat je moralistisch neerzet. Want van God mag je niet aborteren. Dan ben je fout bezig. Ja, het voelt al, hè? Begin al te schuren. Want nou denk je natuurlijk, ja hallo, als die genadig is, mag het dan wel? Nee, nee, genade gaat dieper dan moralistisch. Alleen dat diepere haal je nooit. Als je het christelijke voortdurend op die manier uitvindt, kunt u straks nog even terugzien. Dus genade is uniek. Dat moet je echt benadrukken. En voordat u nou denkt dat ik de enige ben die daarin doorschiet, volgende sheet graag. Ik citeer graag Luther hierin. Dat vind ik nogal een icoon die voor zichzelf kan spreken. Luther geloofde dat het niet voldoende is om te weten dat God de eeuwige en rechtvaardige schepper is aan wie wij gehoorzaamheid verschuldigd zijn. Wie God als zodanig aanbidt en gehoorzaamt nog niet de echte God. Wie alleen dit van God weet, zo oordeelde hij, komt zelfs niet in de buurt van dat wat het allerbelangrijkste is, namelijk de meest diepe diepte van zijn vaderlijke hart en zijn zuivere, onuitsprekelijke liefde. Gods onvoorwaardelijke liefde voor de mensheid, die te zien is in het feit dat Christus de zonde van de wereld droeg, daar zie je Gods liefde, is de meest veelzeggende uiting van Gods diepste wezen. Voor Luther stond vast dat als mensen Gods genade moeten verkrijgen door hun werken, hun strenge manier van leven en hun eigen heiligheid, dat ze God niet kennen. Want Gods genade is een volledig gratis geschenk en op geen enkele manier een beloning. Op geen enkele manier een beloning. Wie zelfs maar het kleinste stukje van Gods genade wil verdienen, die doet Gods eer tekort en belast het Gods naam. Als jij in je hart denkt, ja, God is wel genadig, maar het gaat er natuurlijk wel om wat ik hier doe, dan spuug je de Heer Jezus in zijn gezicht. Dan suggereer je dat dat nog niet voldoende was om van jou te kunnen houden. Als ik Paulus mag citeren, Galaten 5 vers 4, ik gebruik de NBV-vertaling, dus misschien voor jullie wat andere, die zegt het zo, als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door zijn wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld. Zo nauw komt het dat je genade benadrukt en genade alleen. En ik durf te beweren dat als u nog veel moralisme in u hebt, dat u nu al met angst afvraagt, oei, 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 wordt dat niet een soort losbandige en vrijgeslagen bende dan? Nou, volg mij nog even in deze lezing, want dan gaat u merken wat er nou echt verandert dan door genade. Maar eerst nog even de volgende graag. Want wat is nou dat probleem waarom genade wel vaak met de mond beleden wordt in het christendom? Ik ben nog geen christelijke kerk tegengekomen waar niet de leer van de genade was. Maar waarom is dat in de praktijk zo slecht zichtbaar? Omdat de genade heel vaak theorie blijft. Een leer. Een dogma. En dat kan niet. Genade in theorie bestaat niet eens. Dat is een belachelijke combi. He, genade is de meest bizarre uiting van liefde. Dat is genade. Genade is de overtreffende trap van liefde. Nou, liefde in theorie bestaat niet. Liefde in theorie is een drama. Probeert u het maar uit. Als u hier als echtpaar zit, of misschien thuis met uw partner, of u, wie dan ook. Moet u maar eens aan elkaar vragen. Schat, hou je nog van me? En dan moet de ander terug zeggen, in theorie wel. Ja, ik slaap in de auto die nacht als ik dat thuis doe. Als ik tenminste de sleutels nog krijg. Maar weet u dat dat het drama is van ontzettend veel christenen? He, hier zondags, prachtig, mooie diensten. Daar ben ik ook echt van overtuigd. De genade wordt misschien wel fantastisch uitgedragen. Niks mis mee. Maar als u het niet kan ontvangen, als het je leven niet verandert, als je er niet uit gaat leven, is niks. He, een liefdesuiting die niet ontvangen wordt, ja, is een slag in de lucht. Leidt dus niet tot die vrucht.
dan krijg je de ware betekenis niet te pakken. Want genade gaat veel dieper dan iets rationeels. Volgende graag. In mijn boekje noem ik het zo. Genade in theorie is net zo dom als een kookboek lezen tegen de honger. Nou, u voelt de verband wel, hè? Een kookboek en honger, ja, daar zit wel een verband tussen. Honger stil je met voedsel en een kookboek gaat over voedsel. Maar als je het kookboek alleen maar leest, als theorie, of nog gekker, als er plaatjes in staan, dan wordt je honger alleen maar groter. En je bent er ook nog niet eens door dat recept uit te oefenen, te bereiden. Wat misschien, zo zou je preken mogen zien. De genade wordt uitgepakt, wordt bereid, maar als je het niet eet, beter gezegd in de wat, nou, laten we zeggen, bevindelijk hoek, als je het niet toe-eigent in je persoonlijkheid, heet er niks aan. En dat klopt ook. En by the way, dan moet je dus ergens anders je snacks vandaan halen. En dat is heel vaak toch het kenmerk van heel veel christenen, gelovigen. Die zijn wel religieus, maar dat wat ten diepste genadig zou moeten stillen, dat halen ze dan uit andere dingen. Er zijn zatbronnen waar je het uit kan halen. En dan doe je God er een beetje bij, denk je. Nou, dat kan met God niet. En dan zal de vrucht van genade dus niet zichtbaar zijn. Dan groeit het ook niet. Dan groeit je kerk misschien wel. Maar dat is nog geen garantie dat dat het koninkrijk is, hè? Dat zie je in de tijd van Jezus ook. Die is juist door de kerk gekruisigd. Juist omdat genade ook vaak zo'n explosief middel is. Voor als je religieus bent. Hier staat een ervaringsdeskundige. Ik heb nog last van dat moralisme in me. Van die oudste zoon in me. He, die jongen uit die gelijkenis, die ken je wel. Die nog zo graag het goed wil doen. Niks mis mee, goed doen. Maar als dat geen vrucht van genade is, maar meer een inspanning om zekerheid te hebben, ja, dan leef je niet van genade. Dan leef je niet van de Heer Jezus. Want de laatste even als vooropmerking. De Heer Jezus, ja, er komt er nog één onder. Ja, de Heer Jezus Christus is Gods genade in de praktijk. Dus dat God zijn genade niet alleen als theorie verkondigt, dat zie je juist in Jezus. Hebt u zo wel eens naar de Heer Jezus gekeken? Of weet u de techniek van de Heer Jezus? Weet u waarvoor die kwam? Oh ja, ja. Hij wast je zonde weg. Ik ben weer rein voor God. Ja, dat zijn wel de effecten. Maar kent u het motief achter waarom die dat allemaal deed? Liefde voor u. Liefde van de Vader. De Heer Jezus is pure genade voor u. Hij heeft jou op het oog. Met liefde. Dus het is niet een van de technisch duizend dingen doekje. Waar je gebruik van kan maken. Het is het allergrootste liefdesappel wat op je gedaan wordt. Daar kan je je bruid of je bruidegom niet eens aan tippen. Als je de Heer Jezus aan het kruis ziet hangen. Even in gedachten, want dat is er niet meer. Het hele kruis is er niet meer. Hij zit nu op de troon. Dan moet je dat eigenlijk zien als. Ken je die proposals? Dat je bruid uitnodigt, wil jij met me trouwen? Tegenwoordig zie je die dingen allemaal op die social media. Hè? Dan wordt er wat in scène gezet. Zo'n vrouw wordt ergens klem gezet en ineens is daar haar aanstaande bruidegom. Daar gaat door zijn knieën, doet dat doosje open en hoopt natuurlijk dat ze ja zegt. Want ja, dat gaat internet op. Dat, wat de Heer Jezus aan het kruis deed, is dat hij door zijn knieën gaat voor jou. Zou je willen? Wil jij de rest van je leven met mij? Zou jij willen leven van mijn liefde? Of doe je het liever met anderen? Haal je je honger naar liefde en bevestiging liever bij anderen vandaan? En daar gaan we nu wat nauwer naar kijken. Want de vraag is dan terecht, wat doet genade dan met de mens? Dat is de volgende, dacht ik, hè? Ja, schakel gelijk maar even door. En dat wil ik even uitleggen aan de hand van dit modelletje. Dan ga ik even snel doorheen. Kun je uren over praten, ga ik niet doen. Je kan het eventueel in het boekje lezen, daar wat meer. Maar dit bent u. He, en die gele treetjes die u ziet van dat trappetje, dat zijn meer de menswetenschappelijke termen. Maar die rode dingen daarnaast, ja, die tekst kent u misschien wel uit 1 Thessalonicenzen 5. Dat zijn meer de Bijbelse termen. 1 Thessalonicenzen 5, vers 25, daar zegt Paulus dit. Broeders en zusters,
Die bedoel ik helemaal niet. Ik bedoel vers 23. Mogen de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen. En dat betekent, mag alles in jou kloppen. Heiligen betekent dat het weer recht is. Dat het voldoet aan waar het voor gemaakt is. In alle opzichten heiligen, en nou komt het, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Geest, ziel en lichaam. Dat zijn de drie componenten waar u uit bestaat. En die drie componenten staan niet zomaar naast elkaar, die hebben ook niet dezelfde waarde, die staan letterlijk boven elkaar. Geest, ziel en lichaam. Menswetenschappelijk, maar ook bijbels. Als je de Bijbel zo leert lezen, gaat er een wereld voor je open. Dan zit er een hiërarchie, een dominantie tussen geest, ziel en lichaam. De kracht gaat van boven naar beneden. Dat is de bedoeling. En straks zult u zien dat we op zijn kop zijn gaan leven door de zondeval. Maar de bedoeling was dat je geest je ziel voedt. En dat je geest en je ziel uiteindelijk leiden tot je lichaam, tot je gedrag. He, want je lichaam is datgene wat je doet. Je vleeselijke leven, je doen en je laten. In handelen, maar ook in spreken of in zwijgen. Je lichaam is het vehikel waarmee je je persoonlijkheid vorm geeft. Je ziel, dat is de plek waar je passies zitten. Positief of negatief. Je kan ook mat zijn in je ziel. Je ziel, daar zitten je drijfveren, daar zitten je motieven. Daar zit je moraal, je goed en kwaad. Dat bevindt zich allemaal in je ziel. En je geest, ja, dat is het allerbelangrijkste. De grootste dominantie in je leven. Je geest, hè, jullie weten dat we als mens anders geschapen zijn dan alle andere schepsels. Hè? Alles in de schepping ontstaan omdat God het uitsprak en het was er. De mens niet. De mens is geboren uit een godsverlangen. Laat ons mensen maken. Naar ons beeld. En dan komt God naar de aarde en die boetseert uit het stof van de aarde het eerste lichaam. En dan komt dat ontroerende moment en God blaast hem de levensadem in. De geest, de ruach. En wat is nou je geest? Dat is niet alleen je ademhaling. Nee, je geest is letterlijk je, nou laten we maar zeggen, een geestelijk orgaan. Je geest is het feit dat jij aan je leven betekenis wil verbinden. Je geestelijke verlangen, dat is je allersterkste verlangen, vele malen belangrijker dan je lichamelijke verlangens. Eten, drinken, slaap, rust, seksualiteit. En je geestelijk verlangen is dat jij in het leven van waarde wil zijn. Je wil een betekenisvol leven hebben. Je wil veilig zijn, geborgen. Je geestelijke verlangen is dat je eeuwig leeft. Daarom is de dood zo'n grote vijand. Niet alleen een vijand voor je lichaam, maar ook, het is ook een geestelijke vijand. Want wie ben ik nog als ik dood ben? Wat was de waarde van mijn leven dan? Het zijn allemaal geestelijke thema's. En op het geestelijke niveau is ook de zondeval heeft plaatsgevonden. Niet op gedragsniveau. Dat denken wij bij zonde vaak. Heel vaak wordt zonde nog gezien als verkeerde dingen doen. Nee, nee. Nee, je kan zelfs zonde doen door hele goede dingen te doen. Als je namelijk goede dingen doet om je geest maar te voeden, om het gevoel te hebben dat je van waarde bent voor God, dan ben je een buitenissige zondaar. Want dan voed je je geest buiten God om. Zonde, de zondeval, vond plaats op geestelijk niveau. Heb ik die, is dat bij de volgende? Laat hem eens even zien. Nee, de volgende. Doe de volgende gelijk maar even. Kijk naar deze tekst. Hier ziet u de zondeval. En dan moet u die drie slag nog even in gedachten houden. Geest, ziel en lichaam. Dit is nog in het paradijs. Waar de geest, hè, voor de zondeval, werd de geest van Adam en Eva, het verlangen om iemand te zijn, hun identiteit, hun verlangen naar betekenis en zekerheid, werd vervuld door God. Ze mochten van alle bomen eten. Behalve van die ene. Want die boom die ging over, die was van God. Eén boom maar voor God. Moet je nagaan hoe genereus God was. Alle bomen voor ons en die ene was van hem. En het was een daad van wederkerige liefde als we daar vanaf zouden blijven. Laat mij nou God zijn, hoor je God bijna zeggen. Laat mij nou je vader zijn. Ga niet zelf lopen prutsen. En dan komt dit drama. Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten, zegt de Satan.
En dan zegt Eva, we mogen de vruchten van alle bomen eten, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van die vruchten van die boom te eten, of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. En nou komt het. Dit is wat God gezegd heeft. En opnieuw, hè, sterven is niet alleen een lichamelijke dood, sterven is vooral geestelijk sterven. En dan suggereert de Satan de volgende leugen. Hij is natuurlijk de vader van de leugen. Jullie zullen geen zin sterven, zei de slang. Integendeel, nou komt het. God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. Dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. Waar wordt Eva hierin verleid? In haar identiteit. In haar geest. Je kan een upgrade krijgen. Je hoeft niet een schepsel te blijven. Jij kan God worden. Jij kan een belangrijke status krijgen. Je hoeft niet meer afhankelijk te zijn van hem. Je kan zelf over goed en fout gaan. Dat is een klassiek identiteitsverlangen. Wij willen autonoom zijn. Zelf de baas. Je ego giert van dat soort gelukzaligheid. Dat je iemand mag zijn zonder afhankelijkheid van een ander. Eva krijgt hier een geestelijk verlangen gevoed, wat ze buiten God om wil vervullen. Dat is zondeval, wist u dat? Zondeval is een geestelijk probleem. Zonde is een geestelijk probleem. Niet een daadprobleem. Opnieuw, daar moet je heel erg mee uitkijken. Want dan kun je zomaar denken, mensen die goede dingen doen, dat gaat... Nee, heel veel mensen doen juist goede dingen, vooral religieuze mensen. Denk aan die oudste zoon, die doet goede dingen om zijn geest maar gerust te stellen. Ik ben goed bezig. Dan ga je over goed en kwaad. Dan zit je voor God te spelen. Dan wil je God niet God laten zijn. En dan moet je horen hoe van boven naar beneden het werkt. Dus haar geest wordt verleid om zich God te wanen. En nou gaat haar ziel helemaal openstaan. Moet je lezen wat voor zielstermen hier gebruikt worden. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog. En ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Voel je de ziel opklotsen? Zo had ze nog nooit naar de boom gekeken. Ik durf te beweren dat ze elke dag die boom voorbij was gelopen. Ik suggereer het maar. Ik durf zelfs te beweren dat die vruchten er precies hetzelfde uitzagen als de andere boom. Het enige wat er van die boom gezegd wordt, is dat die in het midden van de hof staat. Niet dat het een andere boom was. Hij stond in het midden, een prachtig symbool. God in het midden. Maar dat was net zo'n boom als alle anderen. Maar het was wel Gods boom. Maar nu ze wist, als ik daarvan ga eten, haar ziel komt helemaal in de passie. Wat de vruchten, zo had ik het nog nooit gezien. En dan eet ze. In de ziel ontspoort ze, haar geest ontspoort, in haar ziel wordt ze aangewakkerd en op gedragsniveau zondigt ze. Nee, krijgt de zonde vervulling in de daad. Maar hij begint bij de begeerte. De geestelijke begeerte. Ik kan meer zijn dan een mens. Ik kan zelf God zijn. En vanaf die tijd leven we van nature zo. Laat maar zien. Hier ziet u datzelfde trapje. Geest, ziel en lichaam. En dat wat u het diepste drijft is dus uw geestelijke verlangen. Namelijk dat u betekenis en zekerheid zoekt in het leven. Nou, daar zijn er maar twee plekken waar u dat kan vinden. Waardoor je je identiteit bevestigd kan krijgen. Die hele wereld hier beneden, dat is dit. Dat is het aardse leven. Dan rol je met je geboorte in. En op je sterfdag rol je daar weer uit. Dan houden je zintuigen op om contact te hebben met dit leven. Daarom heet het je zintuigelijk waarneembare leefwereld. He, met een duur woord noem je dat de fysische wereld. He, je kan het tasten. De wetenschap houdt zich daarmee bezig. Iedereen kan het zien, iedereen kan het voelen, iedereen kan het proeven. Ja, die blauwe wereld bovenin, dat is de geestelijke wereld. De hemelsferen, de hemelse gewesten. Daar heb je alleen maar iets aan als je het gelooft. He, met een duur woord heet dat de metafysische wereld. De bovennatuurlijke wereld. En in het paradijs was dat nog onze voedselbron, maar door het eten van die boom... Ja, kiezen we er van nature nu voor om onze bevestiging en onze betekenis en zekerheid, onze honger naar liefde, uit dit aardse bestaan te halen.
Vanaf je geboorte. Sterker nog, een pasgeboren kind doet dat het meest. Ik wil u een kort filmpje laten zien, waarin u dit modelletje prachtig ziet. Want wat ziet u in dit modelletje? Nou, u ziet dat het geestelijke verlangen van boven naar beneden willen we gevoed hebben vanuit die tastbare buitenwereld. Ja, daar ziet u die voedingspijl voor teruglopen. Dus wat doen we dan? We passen ons aan die buitenwereld aan. Vandaar dat het gedrag geel ziet en de buitenwereld ook. We stemmen af op dat wat de buitenwereld van ons vraagt. We willen eigenlijk in een soort dans staan met onze buiten. We willen bevestiging krijgen. Nou, pasgeboren kinderen zijn volledig afhankelijk van hun ouders. En die zoeken dus hun identiteit zonder dat ze het doorhebben. Maar die zoeken de veiligheid en geborgenheid bij mama. Zeker de eerste jaren. Nou, hier ziet u een experimentje. Hoe heftig en diep dat is. Hoe zo'n kindje zich helemaal vast wil klampen en in relatie wil blijven met mama. U ziet een kindje van 10, 11 maanden en de moeder, camera's erop in een zaaltje. En u ziet de moeder en dat kindje echt met elkaar, nou, heerlijk spelen. Dat kent u wel. Als u zelf kinderen hebt, dan kunt u die herinneringen nog wel hebben. Hoop ik. En we zijn allemaal zelf kind geweest, dus ik hoop dat u dit ook meegemaakt. Maar dan komt er iets schrijnends, want die moeder wordt gevraagd om haar gezicht even af te wenden en dan terug te komen met een verstild gezicht. Dus niet meer emotioneel reageren. En emoties en contact zijn verschrikkelijk belangrijk voor het gevoel, het identiteitsgevoel van een kind, van een mens. Moet u kijken wat er met dat kindje gebeurt. In het still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. I'm like a girl. Oh. And she gives a greeting to the baby. The baby gives a greeting back to her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this, and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. Yeah. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, come on, why aren't we doing this? Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Ja, ik had eigenlijk de moeders onder ons even moeten waarschuwen. He, dit geeft een buikgevoel. De vaders misschien ietsje minder. De vaders hebben de neiging om hun identiteit ergens anders in te zoeken dan hun kinderen. Moeders zijn hier buitengewoon gevoelig voor. Ook een gevolg van de zondeval, hè? Dat krijgt Eva al te horen. Als God niet meer God is, zegt God, dan zal jij voortaan je identiteit als vrouw halen uit je moederschap. Je zwangerschap zal zwaar zijn. Je zult met smart kinderen baren. Dat is niet alleen de fysieke pijn, hè? Je gaat geestelijk lijden aan je kinderen. Jij als moeder gaat je identiteit vooral halen uit je moederschap. Dat is waarom kinderen vaak opgroeien als een verlengstuk van de identiteit van de ouders. En voordat u nou denkt dat ik radicaal ben, hier is Jezus buiten is zich radicaal over. Hij noemt je huisgenoten om die reden je grootste vijanden. Als je meer van je vader of moeder houdt, of jij meer van je kind houdt dan van hem, ben je hem niet waard. Dat soort teksten moet je leren lezen op identiteitsniveau. Alles wat jouw identiteit bevestigt buiten God om, is afgoderij. Er is op zich niks mis mee in de zin van het zijn allemaal goede dingen, maar je maakt ze tot God. Op het moment dat het jouw identiteit moet bevestigen, heb je er een God van gemaakt. En dat lopen wij de hele dag te doen. En vooral kinderen. Kinderen zijn de grootste afgodendienaars.
Ik geloof heel erg in de erfzonde, die is hier. En een hoop mensen hebben wel gezegd, hoe kan een kind, pasgeboren kind nou zondigen? Die doet toch nog niks verkeerds? Nee, maar zonde is geen verkeerde dingen doen. Zonde is je bevestiging zoeken buiten God om. Nou, kinderen doen niet anders. Kinderen kunnen ook niet anders. Hun ouders zijn God voor hen. Vanmiddag een geweldige workshop gehad met leerkrachten. Hoe leg je de Bijbelse verhalen uit aan kinderen? Nou, het is verschrikkelijk moeilijk om kinderen duidelijk te maken dat God in genade doet. Kinderen groeien ook buitengewoon moralistisch op. Van nature al. Kinderen kunnen hun zekerheid niet eens buiten de ouders zoeken. Ik ben normaal overdag counselor. Ik help mensen die ernstig vastgelopen zijn in het leven. Nou, er zitten er tussen die thuis door hun ouders misbruikt zijn of mishandeld of verwaarloosd. Nou, die ouders hebben een enorm diepe impact gehad op hun identiteit. En om dat eruit te krijgen is verschrikkelijk. Als kind slik je alles. Alles wat papa en mama zeggen, dat neem je voor waar aan. He, er zitten volwassen vrouwen en mannen tussen. Die hebben van jongs af aan te horen gekregen dat papa hen moest misbruiken omdat het hun schuld was. Nou, dat zijn ze gaan geloven. Daar geloven ze nog in. Dat krijg je er bijna niet uit. Zoveel impact hebben ouders. Nou, dat zie je hier. Omdat zo'n kindje helemaal... Hier zie je de erfzonde in de praktijk. En dan moet je niet direct van schrikken. Oh, wat erg. Nee, nee. Daar is nou de genade voor. En dat kan soms jaren duren. Maar dat is de bedoeling. Nou, hier kan ik nog een voorbeeld van uit. Doe ik niet. Zou je even door willen schakelen? Volgende filmpje slaan we over. Nu de volgende. Ja. Luister naar deze even. Hier zie je volwassen mensen en proef dat identiteitsverlangen naar betekenis en zekerheid weer. Ik heb leuke opdrachten. Ja, styling voor commercials, televisie, videoclips. En project gedaan in Zuid-Afrika. Collectie gemaakt daar. Ik kan stage gaan lopen in Berlijn en ik kan een show geven met mijn collega. En ik heb nog een lange reis gemaakt door Zuid-Amerika. En afgelopen jaar heb ik lesgegeven in Cambodja. Dus ik heb eigenlijk elk jaar wel een ander continent gezien. Ik sta nu wel op een punt dat het gaat allemaal wel lekker. Maar ik moet ook wel dan daaraan voldoen of zo. Ja, ik moet daaraan voldoen. Ik moet dan wel gewoon ook echt alles ervoor geven, natuurlijk. Stress. Iedereen is gestrest. Weet je, iedereen heeft te maken met verwachtingen. En ik denk gewoon dat mensen, zeg maar, hun persoonlijke wezen vaak heel erg op de achtergrond wordt gedrongen door de dingen waarmee ze te maken hebben, zeg maar, in het dagelijks leven. Als je te druk bent of te veel doet of als dingen niet helemaal gaan zoals jij wil dat het gaat, is heel makkelijk om dat aan de buitenkant niet te laten zien. Misschien als ik er echt naar ga kijken en ga vragen, dan zou het mij niet verbazen als dat bij het grotendeel van mijn vriendenkring ook zo is. Je wordt steeds meer beoordeeld op hoe je eruit ziet en of je iets tofs kan, dan op wie je eigenlijk bent. Ben je bezig met het plaatje dat je neerzet? Ja, daar ben ik wel mee bezig. Maar het is vooral dat er een plaatje moet zijn en kom er vooral even niet achter kijken. Want ik ben het nog niet. Wanneer is die onzekerheid begonnen? Ja, dat is waarschijnlijk ergens in mijn adolescence. Daar kwam een hele sterke onzekerheid over mezelf dat het heel erg dat kwam van dat je altijd wil weten wat anderen van je denken of het allemaal. Je zit dan op Facebook en dan heeft iedereen zo allemaal geweldige leuke feestfoto's. En dan denk je bij jezelf, ik zit hier depressief te zijn op de bank, terwijl de rest van de wereld alleen maar plezier aan het maken is. En dat is echt een rotgevoel. Ik wil me wel bewijzen, kom ik steeds weer op een uur achter. Ik maak mezelf dat een beetje moeilijk, heb ik het idee wel. Als je daar een beetje in blijft hangen, in die vraag wat je allemaal zou kunnen doen of zo. Volgens mij word je daar niet, ja, daar word je ook eigenlijk helemaal niet vrolijk van. Ik voelde heel erg de druk dat ik moest presteren.
En dat ik goed moest zijn en dat ik moest opvallen en dat ik de beste moest zijn. Dat werd een soort vicieuze cirkel waarin ik steeds meer naar beneden afzakte. Totdat ik echt 's ochtends wakker werd en ja, gewoon niet meer wilde. Ja, dat was het moment waarop je dan bij jezelf denkt, shit, ik heb echt iets fout gedaan. Doe de volgende maar. Dit modelletje hoor je gewoon langskomen. Allemaal jongeren, jongvolwassenen, buitengewoon getalenteerde mensen. In een aangrijpend mooie documentaire, die heet Alles wat we wilden. Die eerlijk vertellen over de prijs van hun identiteitszoektocht. De zoektocht naar geluk. De zoektocht in die maakbaarheidsillusie. Dat jouw leven alleen maar waarde is door dat wat jij weet neer te zetten. Of dat nou met je prestaties is, of je talenten, of je leuke buitenkant, of je leuke feestfoto's op de social media. Dat wat mensen, nou ja, aanbieden en waar ze dan zo graag de beloning en de likes voor terugkrijgen. Nou, dat is exact dit leven. U ziet die cirkelgang, die is gesloten. Dit heet met een duur woord een transactioneel leven. Hoor je het woord transactie? Voor wat hoort wat? Dat wat jij levert, daar krijg je ook de reactie op terug. En dit is de reden waarom gigantisch veel mensen richting burn-out gaan. Burn-out krijg je namelijk niet door druk te zijn, maar door de druk om te zijn. En die druk is tegenwoordig torenhoog, want je moet heel wat inbrengen om iemand te zijn. Niet alleen voor de buitenwereld, maar tegenwoordig groei je ook met die illusie op dat je wel wat moet neerzetten. Nou, hier kun je de hele samenleving in plaatsen. En dat is juist zo mooi. Als u gaat ontdekken dat het evangelie over je identiteit gaat, kun je met iedereen het gesprek aangaan. Ik heb met niemand moeite om het gesprek aan te gaan. Want iedereen is met zijn identiteitszoektocht bezig. En ik laat ze gewoon vertellen over dit plaatje, zonder het plaatje te laten zien. Waar ben je druk mee? Waarom ben je druk? Waar moet het in voorzien dan? Nou, dan hoor je dit soort verhalen die je net voorbij ziet komen. En dan neem je ze mee naar de schrijver en stel je nou voor dat het niet meer lukt. Dat je de wereld niet meer over kan. Of dat jouw producten niet gekocht worden. Of dat je schoonheid wegvalt. Wat, ja, wie ben ik dan nog? Wat hou ik dan nog over? Maar voordat u nou denkt, ja maar Arie, dat is toch het wereldse leven. Daar waren we toch uit verlost. Nu we lid zijn van of op zoek zijn naar. Nou, dat is nog maar de vraag. Want ditzelfde transactionele leven doet zich ook in de religieuze variant voor. Laat me zien, Tom. Dan zie je hetzelfde modelletje, zie je het? Alleen nu gaat het even over je identiteitszekerheid, je geestelijke zekerheid die je zoekt van hoor ik wel bij God? Ben ik ook voor hem wel van betekenis? Heb ik wel zekerheid dat hij mij graag mag? Of kan ik dat kwijtraken? En voor je het weet ga je dat op exact dezelfde manier invullen. Namelijk, ja, dan ga ik meedoen met bijvoorbeeld de religieuze stroming waar ik lid van ben. Ja, die hebben ook voorwaarden of kledingculturen of liedculturen. He, dan laat je je ook weer vertrouwd worden met allerlei tastbare dingen. En dat gaat jou dan zekerheid geven. He, van die dingen is niks mis mee. Maar op het moment dat ze jou gaan voeden in de gedachte en dus houdt God van me. Of dus ben ik gered want ik ben lid of ik volg de cursussen of... Ja, dan zit je in transactionele leven. En je ziet tot nu toe speelt God nog geen rol, hè? Terwijl in dit plaatje gaat het over God. Dit is de zonde van de religiositeit. En dit is misschien wel de grootste sluipmoordenaar. Juist ook als je het in hun opgroeit. Want zo'n filmpje van net met die still face, die kan ik ook in de religieuze variant laten zien. Kijk maar. Kijk eens wat een schatje. Er zit geluid bij als het goed is. Doe de volgende. Volgende, ja. Nou, lief. Maar hier zie je een meisje iets doen. Wat ze natuurlijk nooit vanuit zichzelf zal doen. Dit meisje. Hè, staat niet omdat ze vol overgave voor de Heer Jezus staat. Dan zie je een klein kind dit echt niet doen. Dit meisje doet mama na. Die staat overigens dit enthousiaste filmen. Hè, dit kun je gewoon van internet halen. En die post daar waarschijnlijk onder, wat heb ik toch een gelovig dochtertje. En dat is ook wel dat meisje, maar ze gelooft in mama. Niet in God. Mama is God.
Ik weet niet, ik stam nog uit de tijd dat we geen internet hadden. Nou, velen hier ook. Toen internet net kwam, het World Wide Web, toen ging er bijna als eerste een foto van een 3-jarig Rotterdams jongetje de wereld over. In een Feyenoord shirtje, met 2 middelvingertjes omhoog. En dat jochie ging rond als de jongste hooligan ter wereld. 3 jaar. Nou, dat jongetje was natuurlijk geen hooligan. De fotograaf was zo slim geweest om papa, die in dezelfde pose daarnaast stond, om die eraf te knippen. Maar dat jochie stond zijn vader na. Dat jochie stond gewoon een volbloed zoon van zijn vader te zijn. Zo zijn kinderen. Die doen precies als jij, want ze willen op jou lijken. Jij bent hun belangrijkste identiteitsbron. Kinderen zijn super loyaal naar de ouders. Dus als jullie je kinderen vertellen dat de Heer Jezus bestaat, geloven ze dat onlosmakelijk. Via jou. Als jij vertelt dat Sinterklaas bestaat, geloven ze dat net zo hard. En opnieuw, hè, niks mis mee. Maar dat is nog niet leven vanuit een eigen intieme relatie met God. Dat komt straks pas. Hè, dat is net zo goed als dat kinderen met poppen spelen en papa en mammetje spelen. Dan ga je toch ook niet zeggen, ach, wat zijn mijn kinderen toch al getrouwd. Dat moet je ook niet forceren, je moet je kinderen niet uithuwelijken. Ja, dus religieus word je vanzelf als je in een christelijk of wat voor religieus milieu, hè, als je atheïstisch opgroeit, word je automatisch atheïstisch als kind. Volstrekt normaal. Is niet aan te tornen. Ja, maar dan moet het natuurlijk niet bij blijven. Dus je groeit erin op. Hè, dus dit is wat van nature gebeurt. Het is net zo naturalistisch als dat je je identiteit uit je omgeving bepaalt, hè, in de maatschappij. Maar als je ouder wordt, kan dit nog steeds in stand blijven. En u hoorde net in dat filmpje aan wat voor voorwaarden al die jongvolwassenen moeten voldoen om erbij te horen. He, ik moet er wel veel voor doen en ik moet natuurlijk wel geliked worden. Ik moet wel mee blijven doen. Nou, als je nog steeds een moralistisch godsbeeld hebt, dan kun je van hetzelfde last hebben. Dan is het transactionele hier, doe ik het wel goed? Hou ik me wel aan de wet? Ben ik wel keurig bezig? Doe ik wel goede daden? Strijd ik wel voor recht en gerechtigheid? Kortom, het wetticisme is dan een voorwaarde om jezelf goed te voelen. En dat is een groot gevaar. En dit zei Arthur Japin erover bij Adieu God. Luister maar even. Ik heb dat gezegd, volgens mij, als er een God is, dan kan ik me heel goed voorstellen dat hij mensen het geloof geeft. Maar ik denk dat de duivel daarna gedacht heeft, dan zet ik hem een hak en dan geef ik de mensen religie. Want dat vind ik bijna het tegenovergestelde. Wat is, wil je dat verschil uitleggen tussen die woorden? Ja, een religie is iets waar de regels bij komen, waar de ratio bij komt. Mm. Waar het onderscheid tussen goed en kwaad. Want zo staat volgens mij zo duidelijk in de Bijbel. Je hoeft maar de eerste pagina's te lezen, dan heb je eigenlijk de essentie te pakken. Je verliest het geluk op het moment dat je kennis krijgt van goed en kwaad. Mm. En toch is dat precies wat iedere religie doet. Zeggen, dit is goed en dat is kwaad. En daar gaat het al mis, zeg je? Daar gaat het voor mij. Ik vind het onvoorstelbaar. Ik vind het zo, met name zo menselijk iets. Doe de volgende maar, want dat is het modelletje nog even. Oh nee, nee. Die komt zo meteen. Hij zegt, het is zo'n menselijk iets. Denk in goed en kwaad. Handel in goed en kwaad. Jezelf ook afwegen in goed en kwaad. Ja, klopt. Het is puur menselijk. Het is transactioneel. En op het moment dat dat nog steeds actueel is, dankjewel, actueel is in je hart, ja, heb je de ware betekenis van genade nog niet binnengekregen. Dan ken je hem waarschijnlijk wel, in theorie. Maar dan is hij nog goedkoop, zou Dietrich Bonhoeffer noemen. Een briljante Duitse theoloog, die in Nazi-Duitsland omgebracht is, een paar dagen voor de bevrijding, omdat hij een aanslag op Hitler wilde voorbereiden, meedeed daaraan. Maar van hem is het onderscheid tussen goedkope genade en kostbare genade. Nou, goedkope genade is dat je de genade kent als leer. Je weet dat de Bijbel erover gaat. Je kent alle dogma's. Je weet alles over Jezus te vertellen. Maar het heeft je nog niet geraakt. Je hebt het niet toegeëigend. Je kent het kookboek uit je hoofd. Je kan zelfs de gerechten met je ogen dicht bereiden. Maar je honger stil je buiten het kookboek om. Het gaat je pas raken als je gaat ontdekken hoe kostbaar de genade is voor jou. En wat het hem gekost heeft, uit liefde voor jou. En dan gebeurt er op mensniveau dit. Let op de kleur. Dit is als je ogen opengaan, als je geestelijke ogen opengaan voor het feit dat alles wat je over Jezus weet inmiddels voor jou is. En niet zomaar voor jou als een functie, maar uit liefde.
Zoveel wordt er van jou gehouden. Zoveel. Nou, je kan de allerliefste vrouw of de allerliefste man hebben. Die kan niet in de schaduw staan. Bij de liefde die hij voor je heeft. Je enige echte vader. Je kan de beste ouders gehad hebben hier op aarde. Ze vallen in het niet. Bij je enige echte vader. En pas als dat je raakt, dan wordt dit de praktijk van je leven. Meer en meer. Dan ga je je geestelijke identiteitshonger naar betekenis en zekerheid alleen maar door hem laten bepalen. En dat betekent dus dat je steeds minder twijfelt aan wat je waard bent. Als u die zoveel keuze had om het niet met mij te willen doen. Als u dit voor mij over hebt. Ja, dan ben ik natuurlijk buitengewoon waardevol in uw hart. Dan raakt het je. Als je de Heer Jezus aan het kruis ziet hangen in herinnering, in gedachten. En je kijkt hem in de ogen en je hoort hem letterlijk zeggen. Dit doe ik voor jou, Arie. En hij noemt nou jou na. Uit liefde voor jou. Zodat jij dit nooit hoeft mee te maken. Zodat je welkom bent in de feestzaal en bij papa op schoot. Dat moet je toch raken, of niet? Dat kan toch geen theorie blijven? Hoe kan je het nog met een ander doen? Hoe kan je nog andere mensen, zelfs je meest dierbare partner, gebruiken voor jouw betekenis en zekerheid? Als dit het alternatief is, wat er voor jou is. Nou, dan zie je, dan word je uit de transactie bevrijd. He, dit heet met een duur woord niet een transactioneel leven, maar een transformationeel. Je ziet dat het trapje met blauw gevuld wordt, van boven naar beneden. Niet via gedrag. God komt niet via gedrag. God wil je geest voeden. Mooie tekst in Romeinen 8, we gaan zo afronden voor de pauze. Ja? Wij hoeven niet meer als slaven in angst te leven. Nee, Gods geest verzekert onze geest dat we Gods kinderen zijn, waardoor we Abba, Vader, Papa durven zeggen. Het is zijn geest in jouw geest, het komt van boven. En als de geest van jou gevuld wordt door hem, dan stroomt het door naar je ziel en naar je gedrag, naar je lichaam. En niet als voorwaarde doe ik het, nee. Het komt van zijn kant, onvoorwaardelijk. Gratis. Maar niet goedkoop, hè? Het heeft hem alles gekost. Alles. Alles. Omdat hij zoveel van je houdt. Nou, als je zo leert leven, dan kom je vrij midden in die omstandigheden. Want daar sta je nog steeds middenin, zie je het? En die wereld geeft nog van alles terug. Kijk maar, die pijl is er nog steeds. Maar je slikt het niet meer. Dus ze geven je een applaus omdat ze je geweldig vinden. Nou, prima. Maar weet jij bepaalt wie ik ben. Ze jouwen je uit, ze roepen boel. Hij bepaalt of wie je bent. Ze overspoelen je met onrecht. Hij is de enige die oordeelt. Jullie mogen alles van me vinden. Hij is mijn vader. Ja, dit is nou echt vrij leven. Hier word je vrij van. Innerlijk vrij, te midden in een zwaar transactionele wereld. Ook in je kerk kan dat. Heb ik ook meegemaakt. Ik ben verguisd toen ik het ging geloven in mijn eigen gemeente. En ik begreep het. Ik snapte dat wel. Je deed niet meer mee in het systeem, terwijl ik voluit lid bleef. Maar ik deed dingen die niet des vrijgemaaks was. Ik werd gevraagd in valse kerken. Om het evangelie te brengen. Nou ja, er is geen mooie kerkplek natuurlijk. Omdat het even vanuit de visie van die mens. Hè? En ik snapte dat. En juist door de genade kun je dan blijven. Hoef je niet weg, hoef je niet iets nieuws te beginnen. Tegenwoordig ook erg populair als je nog een secte wil beginnen. Nu doen. Mensen hollen zo achter je aan. En een beetje populistisch ben. Nou, dat ben ik zeker. Krijg je zo volk achter je aan, joh. Maar het gaat natuurlijk niet over genade. Ja, in theorie misschien wel. Maar genade is dat je blijft waar je vijanden zitten. En jij gaat ze omarmen. Nou, geheid dat dit vragen oproept. Hou je niet in. We gaan nou koffie drinken.